Je beroep is de reputatie van bedriegers zo op te poetsen dat ze burgemeester worden, gouverneur, president. Je bent er goed in, je verdient bakken met geld. Alleen al aan kleding geef je een kapitaal uit. Maar dan loop je tegen de lamp. Je dure maatpakken moet je inruilen voor een gevangenisklofje. Je gemanicuurde handen worden in de boeien geslagen. De hele wereld staat ernaar te kijken. Wat een teloorgang moet dat zijn. Zit Manafort al zo lang in de bak dat zijn kleurspoeling is uitgegroeid? Of komt dat van de gevangenisshampoo? Aan zijn rechterarm wordt hij vastgehouden. Tussen zijn handen is nog net een stukje riem te zien met een metalen ring. Met die ring zitten zijn handboeien vast aan de riem. Ze doen of hij een vlug gevaarlijke moordenaar is. Ondertussen doet Manafort of hij de lol van de situatie inziet, zo guitig als hij kijkt. Hij zal toch niets achter de hand hebben dat hem algehele vrijspraak gaat opleveren? Je gaat het bijna denken. Waren het niet dat op alle foto's, en het zijn er nogal wat, hij dezelfde blik heeft? Dit is geen gezichtsuitdrukking, dit is kramp. In Loretto, de federale gevangenis in Pennsylvania, zit hij 7 jaar opgeborgen voor belasting- en bankfraude. Maar daar blijft het niet bij. Hier verschijnt hij voor het Supreme Court van New York voor een andere aanklacht, hypotheekfraude. Het plan is Manafort voor de duur van dit proces uit Loretto over te plaatsen naar Rikers Island, de gevangenis van New York. Waarop Manafort zijn advocaat laat vragen of het een andere gevangenis mag zijn. Rikers Island is nogal gewelddadig. Het verzoek wordt ingewilligd. Manafort mag naar het Metropolitan Correctional Center, ook in New York. Maar noem één Amerikaanse gevangenis die niet gewelddadig is. Waarin Rikers Island en het Metropolitan in ieder geval verschillen, zijn de gevangenispakjes. Op Rikers lopen de gevangenen in knaloranje, die van het Metropolitan lopen in blauw. Manafort heeft er één aan. Stel je hem voor in knaloranje. Hoeveel erger was zijn teloorgang dan geweest? Zou me niet verbazen als de man die zich suf kocht aan maatpakken daarom niet naar Rikers Island wilde.